De industrie is de motor van onze welvaart. Voor elke job in de productie zijn er 2 jobs in de dienstensector. Maar de motor sputtert. Is België nog aantrekkelijk voor bedrijven of verschuift de productie langzaam maar zeker naar het buitenland? We staan hier aan de kaarsenfabriek Spaas in het Limburgse Hamond-Achel. Een bedrijf dat de productie voor een groot deel heeft overgebracht naar Oost-Europa. En toch blijft de eigenaar geloven dat investeren in eigen land de beste optie is. Wij gaan hem even vragen waarom. Dag meneer Spaas. Goedemiddag, Khalid. Aangenaam. Aangenaam. Ja, meneer Spaas, 5 generaties lang is er veel veranderd in de kaarsenbusiness ondertussen. Ja, ontzettend veel. Hè. Vroeger is het allemaal begonnen met bijenwas en was het eigenlijk meer het vervaardigen van de grondstof die toen nog werd verwerkt tot kaarsen in de abdijen, de kloosters, waar toen eigenlijk kaarsen werden gebrand. Ja, en vandaag is het een mode-item, zeg maar, dat je in eender welke kleuren, geuren, vormen en combinaties kan aantreffen. En is het eigenlijk niet te missen gezelligheidsobject in het dagelijks leven, zeg maar. Oké, dan stel ik voor dat we even een kijkje gaan nemen op productie al. Ik neem u graag mee. Terwijl Khalid op bezoek is in de kaarsenfabriek, gaat Veronique in West-Vlaanderen langs bij een heel ander bedrijf. Hier bij Deltalight in Moordzele maken ze verlichting. Op al de artikelen staat Made in Belgium, maar om dat zo te houden is er natuurlijk veel meer nodig dan een efficiënte productie. De onderdelen voor verlichtingsarmaturen laat Deltalight voor een deel maken door onderaannemers. Hier werken 250 mensen die zich vooral bezighouden met assemblage. Hallo, dat is Veronique. Dag meneer Amelot. Hoi. Hey, dat is Veronique. Hoi. Welkom. Welkom. Dank u. Mooie plek. Dank u. Dank u. Het is onze job, hè? Ja, inderdaad. En jullie zijn al 25 jaar bezig? 25 jaar effectief bezig, ja. Ja, okay. Van nul, van 3 personen gestart in Roeselare. Je begint met 3 personen. Ja. En dan ineens eindig je met 250? Ja. 250. En jullie willen ook hier blijven produceren? Ja, natuurlijk. Ja. We zijn het hier gewoon. We hebben hier onze toeleveranciers ook in de streek. Het zou zeer, zeer, zeer jammer zijn als we dat zouden moeten doen. Bij Deltalight zien ze de concurrentie jaar na jaar toenemen. Want met de komst van de LED-verlichting komen er ook nieuwe spelers op de markt. Ook in onze buurlanden. En dat is niet het enige probleem. Veel van deze ontwerpen worden gewoon nagemaakt, bijvoorbeeld in China. De Chinees kan het op dit ogenblik alleen nog maar kopiëren. Ze kunnen het wel kopiëren, maar ze kunnen zich wel niet in onze cultuur mengen met verlichting. Dat kunnen ze altijd niet. Het omgekeerde is ook waar. Ja. Wij gaan ook niet in China, in een huiskamer in China, gaan ze ook onze verlichting niet kopen. Het idee ook bij ons is dat we zeer snel nieuwe design op de markt brengen. En een zeer wijd, breed gamma hebben binnen onze niche, zodat het moeilijk wordt om onze snelheid bij te benen en ook onze creativiteit bij te benen. Van die kant op. Nieuwe producten ontwikkelen en zo gauw mogelijk op de markt brengen. Ook in andere sectoren is het een must. We zijn aan het labo, dus ik stel voor dat we eens een kijkje gaan nemen. Oké. En wat gebeurt hier in het labo? Dus in deze ruimte hebben we een viertal mensen werken die enkel alleen bezig zijn uiteindelijk met het ontwikkelen van kaarsen. Nieuwe kleuren, nieuwe geuren, nieuwe vormen. Ja, onderzoek en ontwikkeling kost handenvol geld. Rendeert dat wel hier? Ja, ik zou zeggen dat rendeert zeker. Ten eerste, wij kunnen niet anders. Hè. Wij zijn een product dat trendgevoelig is. En dus is het noodzakelijk dat je elk jaar opnieuw inderdaad productontwikkeling hebt. Als je dan een stukje verder gaat en je zou gaan kijken naar innovatie, dat hoeft daarom niet altijd precies gelinkt te zijn aan het product. Innovatie kan ook zaken betekenen, zoals een aantal optimalisaties in de dienstverlening aan de klanten. In het algemeen, uw bedrijfsvoering, uw bedrijfsprocessen. Moderne technologie speelt een belangrijke rol in de productontwikkeling. Om elk jaar een nieuwe collectie op de markt te brengen, zetten ze bij Deltalight al geruime tijd 3D-printers in. Dus hier komen we in de demoruimte, waar we alle nieuwe producten voor het eerst gaan uittesten en kijken naar het lichteffect. Ah ja. Als grote hulp in de productontwikkeling hebben we ook al sinds 8 jaar 3D-printers. Zeer handig. Dat is iets wat geprint is, ja. Ja. En is dat belangrijk om zo snel een prototype te hebben? Het is zeer belangrijk om snel een prototype te hebben. Je moet het product voor zijn functionaliteit zo eenvoudig mogelijk kunnen maken. Omdat het dan eenvoudiger te assembleren is,
moeilijker te kopiëren door een concurrent. En dat de kostprijs ook aantrekkelijker is naar de klant toe. Khalid, ik ga u een vestje geven. Dank u wel. We hebben een aantal strikte veiligheidsvoorwaarden. Ja. Dan voel dat wel verder. Ja. Prima. Overleven is vooral een kwestie van aanpassen. Ooit was de core business van Spaas het fabriceren van kerkkaarsen. Vandaag is die activiteit goed voor amper 0,1% van de omzet. Het bedrijf maakt nu vooral kaarsen voor recreatief gebruik en theelichtjes. Zowat 7 miljoen per dag. Uiteindelijk worden ze via een telsysteem komen ze terecht in een zak. De zak wordt geshield en wordt dan automatisch verpakt. Nu, u maakt er heel wat van die theelichtjes, maar is dat rendabel? Houdt u er aan het einde van de dag iets aan over? Want ze zijn natuurlijk spotgoedkoop. Dat klopt. Ze zijn spotgoedkoop inderdaad in de winkel. De enige manier om daar nog iets aan over te houden is dat je in eerste instantie ook volumes hebt. Het is een volumebusiness, het theelichtenbusiness. We zijn een van de eerste in Europa geweest om er ook tijdig in te investeren, eind de jaren 90, wanneer het theelicht eigenlijk opkwam. Is het productieproces hier helemaal geautomatiseerd of lopen hier ook nog echte mensen rond? Ja. Zonder mensen wordt het moeilijk. Maar het is een feit dat om hier in België kaarsen te blijven produceren op een rendabele manier, dat je niet anders kan dan je productie heel sterk automatiseren. Deze robot doet er 3 minuten over om een verlichtingstoestel te bekabelen. Met handenarbeid zou het 40 minuten duren. De eerste zone staat nog leeg. Ja. De bedoeling is dat er daar binnen een aantal jaren, ook om de groei op te vangen, een onderdelenrobot komt. Uitbreiden in eigen regio, het bewijs dat bedrijven wel degelijk geloven dat ons land mogelijkheden biedt. Maar dat kan alleen met een vlot draaiende logistiek. Gezien het volume dat we willen aankunnen en de beperkte oppervlakte die beschikbaar was, dan moet je automatisch in de hoogte gaan met je gebouw. En dan stopt het manuele en gaat het over naar automatisatie. Produceren jullie enkel hier in België of hebben jullie ook andere fabrieken? Nee, we hebben een tweede plant in Polen. Vlak bij de Duitse grens in feite, waar we gestart zijn in 2007, was ook een essentiële investering uiteindelijk om onze groei verder te kunnen doortrekken. Waarom blijft u dan eigenlijk nog in België produceren voor een deel? Wel, er zijn eigenlijk een aantal redenen toch wel voor. Ten eerste, we zitten hier in het hart van de markt, zeg maar. Het grootste deel van consumptie binnen Europa is voornamelijk West-Europa en Noord-Europa. Hoe zuidelijker dat je gaat, hoe lager dat het verbruik per inwoner ligt. Dus logistiek zitten we hier op een goede locatie. Twee, is het zo dat we hier gedurende toch 5 generaties, laat maar zeggen, meer dan 160 jaar, ook een zekere know-how hebben opgebouwd. En die gooi je ook niet zomaar weg. Oh, wauw. Ja, dus hier komen we in het stuk waar we klanten gaan ontvangen. Waar we seminaries kunnen doen, waar we bedrijfspresentaties kunnen geven. Ja. De beslissing om in eigen land te investeren komt er niet alleen op basis van bedrijfskundige criteria. Zowel voor Spaas als voor Deltalight geldt dat de oprichters het nog altijd voor het zeggen hebben. De betrokkenheid van de ondernemer is hier alvast belangrijker dan de beslissingen van managers. Jullie zijn een familiebedrijf? Ja. Hoe belangrijk is dat? We zeggen ook dat het een familiebedrijf is, omdat dat niet enkel hier, maar ook in andere delen van de wereld is nog altijd belangrijk. Omdat in de verlichting worden wel veel spelers overgekocht door private equity. Daar zit dan minder een ziel in. Bij ons zit nog altijd de ziel en passie in. En daar kunnen we ook wel weer het verschil in maken. En met het bijgebouw, wilt u dan ook zeggen meer jobs? De bedoeling is, dus we hebben geïnvesteerd om meer opslagruimte te kunnen hebben in het bestaande gebouw, om in het bestaande gebouw meer productie en meer montage te kunnen gaan doen. Dus we voorzien een groeiplan voor de toekomst en groei wil zeggen meer jobs. Snelle productontwikkeling, automatisatie, slimme logistiek of kostenbeheersing. Over de oplossing om productiebedrijven in eigen land te houden bestaat er geen eenduidigheid. Wel duidelijk is dat de overheid een belangrijke rol speelt. Meneer Spaas, wat moet er precies veranderen om het klimaat voor de industrie te verbeteren hier? Want er zijn heel veel maatregelen natuurlijk die je kan bedenken. En ik wil geen open deuren intrappen, de loonkosthandicap.
die moet effectief weggewerkt worden. En dan heb ik het niet over de lonen versus landen als Polen, maar dan gaat het werkelijk over een loonvergelijking met de omringende landen. Waar je toch nog altijd moet vaststellen dat er een verschil is van 10-20%. Men zou resoluut moeten inzetten in onderwijs, in opleiding en in onderzoek en ontwikkeling. En dat zijn de drie domeinen waar we hard zouden moeten als overheid op inzetten om die ten volle te steunen, om ook jobs hier te houden. En alle andere subsidieringen vinden Katarjongen er niet in terug. Dus met een positieve blik, de blik vooruit, maar met de nodige accenten op die domeinen waar dat het nodig is.